Fien en ik die staan bij de jachthaven. Dus de ene golf na de andere. Het is de allerdikste power station ter wereld. De. Ik hang even de Adria aan de stekker. Fientjes haren staan overeind. Zo mensen, leuk dat je weer hebt ingeschakeld op DW Vlog. Fijn dat je er weer bij bent. Ik ben lekker aan het rijden. Ik pak een rondje IJsselmeer mee. Het is pakken weer in Nederland. Wat is nieuw? Wanneer begint die zomer nou eindelijk eens? Dus ik denk, ja, ik kan natuurlijk lekker thuis blijven, maar ik kan ook lekker gaan rijden. Dus een rondje IJsselmeer dit keer. En dat doe ik een beetje toeristisch. Daar heb ik, ja, ik heb toch alle tijd. Ik ben natuurlijk naar Duitsland geweest, maar dat was met name vooral snelweg om bij die 4x4-beurs te komen. En ja, mijn vorige trip daarvoor dus, dat was met die Sunliving. En toen was ik in Oostenrijk. En over Oostenrijk, daar wil ik het ook nog wel eventjes met jullie over hebben. Want dat was echt een geweldige trip. En dan met name over Ober-Oostenrijk. Want die liveshow die hebben we net uitgezonden op Camping Trend. We hebben het daar echt ontzettend naar ons zin gehad. En dat begon eigenlijk al op die camping. En dat was camping Au an der Donau. En die camping wordt geleid door Gerhard, de Gerhard. En die vent is zo gek als een deur, maar echt een leuke, gezellige kerel. Maar wat vooral heel leuk was, het is een wat kleinere camping. En die camping ligt aan de Donau en daarmee ook aan de Donau Raadweg. En dat is een eindeloos fietspad. Even een bochtje meepakken hoor jongens. En dat fietsen hebben wij daar ook gedaan. Onder andere langs een geweldig kasteel, daar hebben we dronebeelden van gemaakt. Het was wel grappig om te vertellen, als wij zo'n programma hebben, dan is dat van dag tot dag helemaal ingevuld. Maar dat wordt allemaal anders omdat wij het weerbericht natuurlijk heel erg in de gaten houden. En vervolgens kwam daar een partij noodweer aan en noem het dan maar op. Dus wij hebben dat programma een beetje omgegooid. Maar het bedrijf waar we e-bikes hadden gehuurd, ja, die had niemand ter beschikking om dat nog even te regelen. Dat die e-bikes ook omgewisseld konden worden of geleverd zouden worden bij die camping. Dus Jos die kon het op zijn eigen e-bike doen, maar ik had geen fiets bij me. Dus toen kreeg ik de fiets van de dochter van de camping-eigenaar mee. Want meer hadden ze niet. Echt zo'n fietsje. Met een fietsmand voorop, een zadel. Nou, echt veel te laag, jongen. Echt. Daar heb ik 15 kilometer mee gefietst. Nou, dat leverde en een zere reet op. En last van mijn rug. Want ik zat natuurlijk zo op die fiets. Maar dat zie je allemaal in die Camping Trend liveshow. Ook hilarisch was onze kano-tocht vanaf de camping. Toen werden we opgehaald door de gids. Die bleek ook nog koster te zijn bij de kerkvereniging. Een beetje een vaag verhaal. En toen zijn we met twee kano's zijn we een zijrivier van de Donau opgegaan. Waar dus ook ijsvogeltjes te zien zijn. En een zeldzaamheid, bevers. En verrek, die hebben wij dus ook gezien, die bevers. En dat is toch wel een indrukwekkend gezicht hoor, als je zo'n beest over ziet steken, zeg maar. En op het moment dat hij jou in de gaten heeft, geeft hij een klap met zijn staart op het water. Om andere bevers te waarschuwen, zeg. Dat is hun manier van communiceren. En na die kanotocht hebben we natuurlijk bij, toen heeft hij ons, Christian heet hij, toen heeft hij ons teruggebracht naar de camping. En dan moest natuurlijk gevierd worden met een drankje. Nou die gast, echt waar, die tikte de ene halve liter naar de andere weg. En voor ons was dat echt nog veel te vroeg. Ik geloof dat we om 11 uur terug waren. Dus wij hebben zulke biertjes gedaan. Om toch nog een beetje te kunnen proosten met die gast. En na dat fietsen en na dat kanoën zijn we verder getrokken met onze twee campers, Jos en ik. En toen zijn we terechtgekomen bij een roofvogelshow. En nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik al heel veel van die shows heb meegemaakt. Voor mijn werk, hè, want ik heb toeristische reportages gemaakt voor de ANWB Kampeer en Caravankampioen, waar ik toen hoofdredacteur van was. Maar ook voor de Telegraaf, daar heb ik ook nog een jaartje voor gewerkt. Vrij heette die bijlage, heb ik ook nog een paar reisreportages voor gemaakt. Dus roofvogelshows, die kan ik zachtjes aan wel een beetje dromen. Maar het bijzondere van deze was dat die roofvogels zo tam eigenlijk waren, dat ze echt dwars door het publiek heen vlogen. Die moesten echt bukken af en toe. En ja, dan komt er echt wat voorbij vliegen hoor. Want dat zijn dan geen buizers of havikken, maar echt een oehoe met een spanwijdte van bijna 3 meter. En hij had ook nog een zeearend, ook een joekel van een beest.
En dan voel je niet alleen de luchtverplaatsing, maar je kreeg ook af en toe gewoon een tik tegen je hoofd van die vleugels zo'n beest overkwam. Daar hebben we ook super leuke beelden van. En wel leuk om te vertellen over die roofvogels, dat is al duizenden jaren oud en dat is ontstaan in Azië. Dat jagen, want het is natuurlijk jagen met roofvogels wat ze doen. Want die beesten jagen op konijntjes, maar ook over jonge hertjes. Daar wordt ook gewoon op gejaagd door die roofvogels. En daar in Azië werd dat gebruikt als een manier om brood op de plank, vlees op de plank te krijgen. En tot die tijd werd dat alleen nog maar met een pijl en boog gedaan, of een kruisboog, of met door vallen te zetten. En wat grappig om te vertellen is dat die roofvogels die hebben een enorm zicht. Er zijn roofvogels die vanaf een paar kilometer hoogte de omgeving in de gaten houden om te kijken of daar toevallig een onschuldige prooi voorbij huppelt. Nou, uiteindelijk hebben we daar ook nog op een leuke camping gestaan, een heel kleintje. Vlak bij die camping had je een moerasgebied. En wat wel bijzonder was, dat wij een tocht konden maken met een gediplomeerde moerasgids. Ja, je gelooft het niet. En dat was Maria. En Maria die leidde ons rond door dat moeras. En dat was wel gaaf, want dat moeras, daar ligt een heel plankenpad doorheen. En vertelde Maria, blijf er maar gewoon oplopen, zei ze. En zei, want er zijn hier gaten en kloven in dat moeras tot 4 meter diep. Nou, daar zak je dus niet meteen in weg. Maar doordat je in paniek raakt, omdat je helemaal alleen maar een blubber, van die hele zachte blubber om je heen krijgt, ga je spartelen en bewegen. En door die bewegingen zak je wel steeds dieper. Dus. En over dat slijk, hè, dat moeras, weet je wel, wat de mineralen en wat daar allemaal in zit, waar je een hele zachte vacht van krijgt. Dat was echt heel erg leuk om te doen. En als het dan gaat om die zachte vacht, dat heb ik ook nog aan de lijve meegemaakt, maar dan niet in dat moeras. Maar bij een wellnesscenter waar ik een bierbad heb kunnen doen. En dan ga je dus echt in een tobbe, een houten tobbe in dit geval. En met dezelfde ingrediënten als bier. Dus water, gist, hop. En water, gist, hop. Oh ja, en hoe heet het? Gerst natuurlijk. En het leuke was, dat vond ik ook wel geinig. Naast elke biertobbe waar je dus tot zover in kon, stond ook een biertap. En je kreeg je eigen glas. En je kon dus zelf je biertje tappen. Nou, en het hoogtepunt van de reis naar Ober-Oostenrijk vond ik eigenlijk wel de KTM-fabriek. Een soort van experience center, of hoe je dat dan moet noemen. Waar in de hele historie van KTM, Oostenrijkse motorfietsen, werd uitgelegd. Ze hadden een hele aparte Dakar-afdeling met al die Dakar-motoren van KTM die daar die race hebben mee gedraaid. En naast elke motor stond dan ook informatie over de rijder, over de coureur. Maar die stond er zelf ook bij, tenminste, zijn outfit. Dus paspoppen met de originele helm, originele kleding. En daarachter werden er allemaal videomontages gepresenteerd op een 360 graden scherm. Keiharde muziek erbij. Nou, daar ben je echt wel, daar raakte je echt wel een beetje hebberig van. En hebberig in de zin van, ik zou zelf ook al zo'n KTM willen hebben. Maar dat Experience Center in, in Ober-Oostenrijk. Echt de bom. Als je daar in de regio bent, moet je het echt zeker gaan bezoeken. Echt super gaaf. En verder hebben we daar in Ober-Oostenrijk natuurlijk allerlei campings bezocht. Een grote camping trouwens, met heel veel faciliteiten. Camping Bresnik was dat. Dat is een familiebedrijf. Is onderdeel van die familie is ook de bierbrouwerij. En daar zijn Jos en ik natuurlijk ook geweest. En daar hebben we een uitgebreide privé-tour gehad. En verschillende biertjes uitgeprobeerd. En dat was wel leuk. Die bierbrouwer, die zit in het hoogseizoen gewoon achter de receptie trouwens op camping Bresnik. Maar je kon zien dat die vent er echt heel veel lol in had. En het werd steeds lolliger, zeg maar, na al die biertjes proeven. En dat zie je dus ook allemaal terug in die Camping Trend Live Show. Echt een hartstikke leuke show geworden. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk best wel een beetje trots op hoe we dat hebben gemaakt, Jos en ik. Zonde om daar niet naar te kijken. Dus ik zet nog wel even een linkje aan het eind van deze video.
Dat is echt een dikke aanrader. Ondertussen ben ik in Den Helder aangeland. En ik zie de bordjes voor de pont naar Texel zie ik ook al staan. Maar dat doe ik dan weer niet. Maar wat wel heel leuk is, hier vlakbij, en daar ga ik toch even kijken. Hier vlakbij zit een bedrijf, Solar Power Supply. En daar ga ik even kijken, want die heb ik al eens eerder contact mee gehad. En die zeggen dat ze de allergrootste, allerdikste power station ter wereld hebben. En ja, daar hebben ze er maar één van. Het schijnt een uniek exemplaar te zijn. Nou, zoals je weet ben ik aardig gek met die power stations. Ik gebruik ze ook echt zeker. Sinds ik mijn Francia heb ingeleverd, gebruik ik die power stations ook echt om de havenklap. En ik heb er nu ook in bij me. Maar zij hebben dus de allerdikste. Komt uit Amerika, natuurlijk. Dus die wil ik wel eventjes in het echt zien. En dan laat ik hem jullie ook gelijk even zien. En dus wij gaan eventjes, we maken even een tussenstop. En hier ga ik dat apparaat bekijken bij Solar Power Supply. En dit is dan het apparaat. Dat is de Anker Solix F3800. Het is een beest van een ding. En eigenlijk is hij ontwikkeld voor Amerika, voor dat hurricane season, weet je wel. Orkanen, stormen, noem het allemaal op. En daardoor dus overstromingen. Nou, die beelden heb je vast wel eens een keer gezien. En het gevolg is natuurlijk stroomuitval. Ja, daar is die voor ontwikkeld. En met deze, daar kan je hele huishouden gewoon prima op draaien. En als je echt kwaad wil, dan kan je hem ook nog uitbreiden. Met deze toestellen. En dan kunnen er zomaar tot 6 van die accu's bij. En dan heb je een capaciteit van 27 kW. Nou, daar kan je volgens mij een halve woonwijk op laten draaien. Dit ankertoestel heeft een capaciteit van 3,8 kW. En je kan er 6000 watt uithalen. Voor ons gebruik in de camperwereld, in de caravanwereld, is het misschien een beetje overdunnen, want hij weegt 60 kilo. Maar net zoals bij die Amerikaanse RV's bijvoorbeeld, is het een heel populair toestel. Wat hem dus uniek maakt, dat is dus echt, nogmaals, deze stekker. Die CEE-aansluiting. En dit is dus het enige apparaat op de markt waar je je camper of je caravan op kunt aansluiten. Gaan we even doen, want ik ben met de camper hier buiten. Nou, daar zijn we dan. Ik hang even de Adria aan de stekker. Dan hebben we hier de andere uiteinde van de Adria. En hier hebben we een speciale kabel. Die kan je ook bestellen bij Solar Power Supply. En dat is met een aardlekbeveiliging. En dat raden ze wel aan. En die gaat... Adria gaat hierin. Hop. En dan komt het. Dan gaat deze stekker in het ankerapparaat. En die moet ik dan hier apart nog een keertje aanzetten. En dan hoor je een klik, dan moet hij even nadenken en dan kan je hier zien dat hij op het display aan het laden is. En dat doet hij nu met 213 watt. En je ziet dat de wattjes een beetje schommelen. Ik zag hem net op 270 staan, 470, nu weer op 219, 197. Maar dat wordt allemaal geregeld door zo'n BMS wat ingebouwd is. We gaan even binnen in de camper kijken of hij het daar ook echt ontvangt. Hey, wie hebben we daar? Daar hebben we Fientje. Fientjes haren staan overeind. Nee, dat is een grapje. Maar we gaan wel even binnen kijken of die ook echt de stroom ontvangt. Even wakker maken. Je ziet hier dat die inderdaad aan de walstroom hangt, hè, aan de mobiele laadpaal. En op deze knop kan je zien dat er op dit moment 4,8 ampère binnenkomt in het boordsysteem. Dus we hebben inderdaad stroom. Ik kan het ook nog even checken op de alderverwarming. Maar goed, daar zie je alleen maar een icoontje dat die inderdaad aan de stekker hangt. Dat zie je hier, dat eerste icoontje zie je dat. Samenvattend, we hebben stroom met die mobiele laadpaal van Anker. Het werkt. Nou, behalve die enorme krachtpad heeft Anker natuurlijk nog veel meer toestellen. Maar waar moet je nou eigenlijk op letten als je een powerstation gaat kopen? Nou, en de eerste vraag is dan, waar ga je hem voor gebruiken? Wat wil je er allemaal aanhangen? Wat heb je allemaal aan boord van je camper, je caravan of
je daktent bijvoorbeeld. Nou, en ik heb even een lijstje gemaakt. Maar stel dat je een kop koffie wil zetten met je Nespresso-apparaat. Dat is 1500 watt. Twee koppen koffie, laat dat 2 minuutjes duren. Dan gebruiken ze eigenlijk 50 watt. Dus dan kan je ook al uitrekenen hoeveel koppen koffie erin zitten. Maar meestal blijft het niet bij die kop koffie. Want je hebt misschien ook nog een waterkoker aan boord. Denk even aan je airfryer. Een gemiddelde airfryer, 1800 watt. 20 minuutjes frietjes bakken. Dus ja, en als je dat dan 3 keer doet omdat je met de hele familie bezig bent. Ja, dan ga je snel door je capaciteit heen. Maar wat helemaal een opvreter is, dat zijn de e-bikes natuurlijk. Want die vraag die krijg ik ook heel regelmatig als ik met powerstations bezig ben. JW, kan je daar de e-bikes op opladen? Nou, in mijn geval, ik heb een Riese Muller, maar ook nog een Flyer. Die hebben 700 watt accu's. Dus bij elkaar is dat 1400 watt. En dat betekent dat je al een flinke capaciteit powerstation nodig hebt om die e-bikes helemaal vol te krijgen. En dat hangt er dan weer vanaf hoeveel je fietst. Als je nou heel vaak fietst en dus elke 2-3 dagen je e-bikes aan de lader wil hangen, ja, dan ben je beter af met een wat dikker toestel. En als het gaat over toestellen, dan heb je bijvoorbeeld deze kleine Anker Solex C800. Dat is echt een basisapparaat. Prima geschikt voor je tablets, voor je telefoon, voor een koelkastje bijvoorbeeld. Maar een Nespresso gaat deze niet trekken. Dat is anders voor deze. Dit is de meest verkochte met een capaciteit van 1000 watt. En daar kan je maar liefst 1800 watt uittrekken. En dat betekent dus dat je Nespresso-apparaat er prima op kunt staan. Maar als je 2 e-bikes wil opladen, dan kom je toch tekort. En dan is bijvoorbeeld deze weer prima geschikt. En dat is de Anker F2000. En die heeft dus 2 kW aan boord. En dan komt er ook nog een nieuw toestel aan. Dat is de F1500. Die is over een paar weken leverbaar. Die zit hier precies tussenin met een capaciteit van 1,5 kW. Precies genoeg voor die 2 elektrische fietsen. En met deze heb je dan nog net even wat overcapaciteit. Opladen, dat gaat met al die apparaten op dezelfde manier. Gewoon aan de stekker en dan zijn ze binnen het uur van 0 tot 100% opgeladen. Of je doet dat met deze stekker in de auto. Dat duurt wel wat langer, maar op een vakantieritje door over de Franse peage bijvoorbeeld schiet dat toch best aardig op. In een uurtje of 10, 12 uur is die dan helemaal opgeladen. En deze die gaat dan in het toestel en die gebruik je dan ook weer voor de zonnepanelen. Wat ik je nog niet heb laten zien is dat elk toestel zijn eigen verlichtingsballetje heeft. En als ik je daar nog een tip mag geven, als je hem gaat kopen, bestel hem dan altijd met een zonnepaneel en 5 meter verlengkabel. Want dat zonnetje dat draait natuurlijk en dan kun je die zonnepanelen ook aan de andere kant van je camper of je caravan neerzetten. En op het monitortje kun je precies zien wat er gebeurt. En er is ook een app, een handige app op je telefoon, waarbij je precies de status, de laadstatus en het verbruik van het toestel kunt monitoren. En Solar Power Supply heeft een mooie kortingsactie bedacht voor kijkers van DW Vlogt. Maar liefst 500 euro korting op die superdikke F3800 en 20% korting op andere Anker Power Stations. Voor meer informatie klik je op de linkjes in de beschrijving van de video. Nou, dat was nog een heel verhaal, mensen. En nu we toch in Den Helder zijn, dan gaan we er gelijk maar even een rondje van maken. Wel een winderig rondje. Fien en ik die staan bij de jachthaven. Daar is een camperplek. En die is toch best wel druk bezocht, zoals je hier ziet. En Fien en ik die staan wat dichter bij het water aan deze kant. En ik heb me net gemeld bij de havenmeester. Keurig 15 euro afgerekend zonder stroom. En dan krijg je een pasje voor het toilet. Kun je ook nog je water vullen, storten, noem het allemaal maar op. Dus allemaal dik voor elkaar hier. Nou, zoals jullie misschien weten, vind ik het altijd leuk om bootjes te kijken. Maar nou begint het ook nog te stinkregenen. Nou, wat is nieuw in Nederland, hè, tegenwoordig? Nou, het is weer droog. En we hebben zelfs nog een paar zonnestralen. Kijk, daar. Na regen komt zonneschijn. Wij gaan even lekker aan de wandel. Kom maar. Zo, dat is ook wel een ding zeg, de Bonaire. Zie je dat? En die ligt dus in een dok, zoals je ziet. Kijk, grappig man, een hele houten schuit. Wat een apparaat joh. Maar
Ik denk niet dat ze daar vandaag of morgen mee de Noordzee op knallen. Nou, dat wist ik dan weer niet, maar Napoleon, ja, die ene met zijn hand zeg maar tussen zijn bloesje, die is toch de aanstichter van de marinewerf. Die vond dus dat Den Helder vanwege zijn strategische ligging een marinebasis en een scheepswerf moest krijgen. Dus Napoleon, die heeft hier nog zijn roots. En dat is allemaal uit 1811, las ik net op een bordje. Dus die oude dibbes. Het is allemaal zijn schuld, zeg maar. En gaaf, daar heb je het Reddingmuseum. Zie je dat? En daar liggen dus ook nog een paar van die antieke, klassieke reddingsschepen. Dat is ook wel leuk. Het Reddingmuseum is trouwens van de KNRM, hè? Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En die club die doet het helemaal zonder subsidie van de overheid, heb ik me wel eens laten vertellen. Dus die zijn helemaal afhankelijk van giften. En toen ik nog een bootje had, toen doneerde ik vrolijk met ze mee. En dit is dan weer de Sparto, een oude haringkotter, helemaal van hout en van oorsprong uit Denemarken. En deze flinkert, daar aan de overkant, dat is nu een museumschip geworden, maar vroeger was dat een lichtschip. En dat zie je daar wel, eigenlijk een soort vuurtoren in zee, want die schuit die lag dan voor de reden van Den Helder. Die lag daar een beetje aanwijzingen te geven met allemaal lichtflitsen, zodat schepen veilig de haven konden bereiken. Of ook weer veilig eruit konden via de Vago. Dus een lichtschip. Tegenwoordig een museum. Het is jammer van het weer, mensen. Maar het is hier wel echt paradise als je van bootjes houdt. Het ene museum na het andere. Hier heb je de museumhaven Willemsoord bijvoorbeeld. Dat is de oude marinewerf, heb ik me laten vertellen. En allemaal restaurantjes daar ook. Dus ga zo meteen even kijken of ik daar eens een plekje met Fien kan krijgen. Dat zal wel op het terrasje worden, want meestal mag je niet binnen met een hondje. Spannend, hè? Nou, en dit zijn dus die klassieke reddingsschepen, waar vroeger echt drenkelingen mee van schepen werden gehaald en allerlei andere reddingsacties werden uitgevoerd. Het bijzondere aan dit soort schepen is dat ze gewoon rond kunnen gaan. Dus als die boten over de kop slaan, zeg maar, dan in golven of zware zeegang. Nou, zware zeegang, dat is natuurlijk golven. Dan draaien ze uit zichzelf weer terug omhoog. En daarom zit de bemanning, als het goed is, ook vast in een soort pilootstoelen met een heel harnas. Zodat ze niet door die hele cabine heen geslingerd worden. Dus dat is best wel het bijzondere dat dit soort schepen echt gewoon een rondje kunnen maken. Nog even over dat kenteren, hè? Zo heet dat, dat rondgaan. Dat kan dus niet met deze vriendelijke jongen, want die blijft ondersteboven hangen. Misschien weet je dat ik jaren bij de ANWB heb gewerkt en daar was ik niet alleen hoofddirecteur van de Kamperen Caravankampioen, maar daarvoor was ik ook nog hoofddirecteur van de Waterkampioen, bootjes, zeilboten en motorjachten. En toen ben ik ook eens een keer meegeweest met zo'n schip. Dus een wat modernere uitvoering dan die andere jongens hier in de haven. Maar wel grappig om te melden is dat ik met zo'n schip een keer mijn winkel 7e vanuit Scheveningen de zee op ben gegaan. En toen vroeg ik in mijn enthousiasme, joh, kan ik eigenlijk ook buiten zitten? Want je kan toch ook buiten sturen, zelfs met zware storm. Ja, zes, doe maar, zet hem op. Dus ik zo'n droogpak aan. Ik daar boven, nou die gasten hadden de grootste lol, want die zochten de meest waanzinnige golven uit natuurlijk. Dus de ene golf na de andere. Mijn bril had ik gelukkig afgezet. Maar dat was echt een spektakel van je welste jongens. En die gasten dachten echt dat ik, toen ik eenmaal weer naar binnen kon, zeg maar, die dachten echt dat ik helemaal klaar was. Maar ik vond het zo geweldig. Ik zei, jongens, kunnen we niet nog een rondje?
geweldig zeg. Hier ligt de partij geschiedenis. Echt om van te kwijlen als watersporter. Maar ook als kampeerder is het natuurlijk superleuk om daar eens rond te lopen. Dus misschien dat ik dat toch nog een keer ga doen als ik Fientje even in de camper kan laten. Maar nu zijn ze al dicht. Nou, Fien en ik zijn neergestreken in kade 60, restaurant in Den Helder. Waar hondjes dus wel naar binnen mogen. Dus wij gaan hier ons eens even lekker uitleven. En voor nu zeg ik alvast proost. Nou mensen, deze dooie vis die gaat er wel in. Ik bewaar zeker nog een stukje voor Fien die hier onder de tafel ligt te snurken. Ondertussen neem ik wel afscheid van jullie. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Het was toch een heel verhaal hè, over die power stations. Ik hoop dat je een paar slimme tips hebt gegeven. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Geef deze nog even een duimpje. En ik ga eens kijken of ik dit op kan krijgen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.